Maar een van de manieren om het belang van vrijheid door te geven is door te luisteren naar verhalen van mensen die de oorlogstijd hebben meegemaakt. Fred Mouw is zo iemand. Hij bracht zijn kinderjaren door in kamp Westerbork. Met geweerkolven hebben ze de deur ingebeukt en ons op een hele hardhandige manier, mag ik wel zeggen, de vrachtwagen ingemapt. Zo ging dat. En toen we in het kamp kwamen, zaten er nog 800-900 mensen. Elke dinsdag kwam er een trein en die trein die nam dus ongeveer 1000 mensen mee. Dus voldoende voor één treinlading richting Auschwitz. En er werd regelmatig, met grote regelmaat, werd er dus gepraat over, komt er nog een trein? En dat was een angst die is aanwezig geweest tot het moment dat we het kanongebulder hoorden op 10 april 1945. En toen kwamen een uur later kwamen de Canadezen met hun tanks het kamp binnenrollen. En het was toen een groot, heel groot feest. En daar hebben wij, godzijdank, die oorlog overleefd. Dat had ook heel anders kunnen aflopen. Ik heb mijn opa en oma niet gekend, mijn ooms en tantes niet, mijn neven en nichten niet. Het enige wat ik heb is mijn lieve vrouw en ik heb 2 kinderen en ik heb 3 kleinkinderen en dat is het. En dat is iets waar ik wel aan denk. Maar ik denk ook tegelijkertijd aan het feit dat we weer vrij zijn. Dat we niet meer bang hoeven te zijn. Maar dat we wel moeten herdenken dat er nooit meer mag gebeuren. Ja, dit soort verhalen maken natuurlijk indruk. Wat nou, meneer de Graaf, als er straks gelukkig zijn en die verhalen nu nog die verteld kunnen worden door mensen die het hebben meegemaakt, die kunnen vertellen hoe dat was. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ook generaties die na ons komen, als die mensen niet meer leven, toch nog dat besef hebben? Ja, ik ben er niet zo bang voor, want ik kom heel vaak op scholen, in het onderwijs. De jeugd heeft best wel besef dat vrijheid niet zomaar gratis is. Alleen ze projecteert dat meer op dingen die ze nu meemaken in hun eigen leven. In Syrië en andere conflictgebieden. En dat is prima. Okay, waar bent u zelf straks op 4 mei 2 minuten stil? Ik ben stil in Hummelo en in Laagkeppel.